Nog ineens zo gek lang geleden liep op een regenachtige dag een jongen het dorp in. In zijn handen een grote tros melonnen en dat was nog maar het begin. Want de jongen trok een grote rode bolderkar achter zich aan. Helemaal vol met ballonnen in alle kleuren die maar bestaan. Sommige ballonnen waren al opgeblazen en andere waren nog leeg. Honderden ballonnen waren het en het maakte de jongen niet uit wie er één kreeg. Aan de bolderkar hingen aan touwen zware keien en stenen, aan iedere kant 7. Dit moest wel, anders zouden de bolderkar met jongen en al langzaam wegzweven. De jongen droeg een kap over zijn hoofd en de wielen van zijn bolderkar kwarsten op de kinderkopjes. En de kuierende voeten van de jongen maakten kleine klopjes. Zo sjokte hij door de straten richting het dorpsplein. Daar aangekomen zette hij zijn bolderkar naast de grote fontein. Langzaam schoof hij de kap van zijn hoofd en hij keek om zich heen. En heel even, ja heel eventjes voelde hij zich alleen. Maar dat kwam natuurlijk door het slechte weer, dacht hij. Met een glimlach op zijn gezicht grijpte hij in de bolderkar en pakte een lege ballon erbij. Ik heb een mooie herinnering aan een lentedag, fluisterde de jongen tegen de ballon. Hij keek naar de donkere wolken en zocht de kleine lichtstraaltjes van de herfstzon. Toen blies hij de ballon in één teug vol met lucht, maakte er een klein knoopje in, liet de ballon los en de ballon danste omhoog in een sierlijke zweefvlucht. De ballon vloog hoger en hoger door de wolken heen en verdween uit het zicht. En de eerst zo kleine zonnestraaltjes vulden zich met een warm licht. De jongen sloot zijn ogen en de warme zon kriebelde zijn gezicht. De wolken waren nu bijna helemaal verdwenen en het hele dorp werd nu verlicht. Nieuwsgierig gingen de eerste luiken open. Mensen hingen uit de ramen en anderen kwamen verrast naar buiten gelopen. De ogen richtten zich langzaam op het dorpsplein, want daar stond de lachende jongen met een tros ballonnen in zijn hand. Hoe was deze jongen hier in het dorp beland? Is dat een engel? Vroeg een klein meisje zacht. De moeder vroeg zich af hoe het meisje dit had bedacht. En de moeder keek verbaasd, maar het kleine meisje zat er niet ver naast. Het dorp verzamelde zich in een halve cirkel op het dorpsplein om de jongen heen, maar niemand durfde iets te zeggen, een beetje bang voor dit fenomeen.